mensen. Ik ben iets verder gegaan met dit spel. Vraag me niet waarom, maar ik wou eventjes gewoon even klooien, maar daar kreeg ik niet de tijd voor. Dus ja, dan ben ik nu hier. Ik ben met dat blauwe ding meegegaan. Ik weet niet of jullie de serie volgen, maar ik zag net op YouTube en we hebben nu 32 abonnees. En het geniale vind ik toch wel. Van dat we meer abonnees krijgen als we geen video's maken dan dat we video's maken. Dus ik ben benieuwd als ik nu deze video upload hoeveel abonnees we dan nog hebben. Want ik vond het zelf al fucking geniaal. Maakt niet uit, doet er niet toe. We gaan verder met Just Cause 2. Ik heb ook gehoord dat er een multiplayer voor deze was. En voor dit spel, godverdomme. Ik kan dat wapen niet oppakken, dat is kut. In ieder geval, ik moet deze kel verdedigen, de technicun. Het is weer gewoon dezelfde cup missie als toen. Ik hoop niet dat het de hele tijd zo erg repeatable wordt, want dat is echt heel irritant. Dus, oké, ik moet dus die sniper uitschakelen. Of oké, hij komt voor de bakker, jongens. Op. Ja. Oh, hallo. Sorry, ik kan u niet raken vanaf hier. Oké, nevermind. Nou, dan maar zo. Godverdomme, ik faal me uit. Oh, niet normaal. Oh, godverdomme. Oké. Sniper. Misschien kan ik hem ook nog op deze manier eraf trekken. Kom eens, Jerry. Fuck yeah. Oké. Sterf. Ik ben ook nog van plan om een update video te maken. Wij waren... Ja, ik ga gewoon van alles vertellen nu, Jono. Because you only live once. Wij willen nog Assassin's Creed gaan doen. Alleen, Ubisoft heeft, naar mijn mening, ons genaaid. Maar, oh, fuck, pas op! Dus, ja, die hebben, naar mijn mening, ons een beetje genaaid. Ten eerste, de vracht van Assassin's Creed is gejat. Daar kunnen we niks aan doen. Maar het is wel kut. Ten tweede, nu krijgen we het al later. Dat zei ik al. Ten tweede, er is weer restrictive NAT. Als je er niks van weet, dan laat het maar zitten. Als je weet hoe je het moet fixen, graag. Maar wij hebben van die kut routers en kut internet. Ik weet niet of jullie Ayori kennen. Maar die heeft hetzelfde kut internet als mij. Gezellig van KPN. En ja, het werkt niet. Het werkt gewoon niet. Dus dat is gewoon kut. Dus multiplayer zal iets minder worden. Ook hadden we dan ons best wel hard op verheugd eigenlijk. Dus, nou ja, dat is alweer genoeg over Assassin's Creed 3. Het is een awesome spel. Ik ga sowieso de extra DLC's en zo doen. Want dat lijkt me gewoon awesome om te doen. En als ik het niet doe, dan doet Nick het wel of doet Kevin het wel. Ik vind dat Kevin ook wat mag doen. Dat is wel leuk. In ieder geval verder met Just Cause 2. Op het moment moet ik deze kill verdedigen. En that's it. Hé, ik kan het net zo goed daarop stappen, dus dan is het makkelijk. Sterren! Hardcore style! Opa Niels style. Ik word gebeld op Skype. Godverdomme alweer. Wacht eventjes. Goeie tip van mij. Altijd je Skype uitzetten voordat je gaat opnemen. Kut Niels. Maar dit is wel lijp. Tjarretje. Oh god man. Waarom schot mijn muis in één keer zo ver weg? Oké, schiet die auto gewoon kapot. Mooi. Voor elkaar. Oh nee, ik heb geen draadloze muis. Dus ik heb net zo'n draadje erbij weer wel. Holy shit. Holy fucking shit. Oké. Waar ben je? Daar. What the fuck? We worden een beetje beknald, vriend. Schiet dat ding. Help me dan ook. Ik ben al blij dat er geen andere troepen komen. Ik richt me gewoon even op dat ding. God. Ik sterf. Ja, mooi. Cover. Scroll. Ja, nieuwe gun. Free trade. Weet je, simpele missies zijn simpel. Zit hier nog wat in? Wat ik kan gebruiken? Nope. Oké. Yay! Mission complete. Dus we hebben nu dit terrein met de blauwtjes. Dit terrein met de rode. Oeh, een revolvertje. Sniper rifle. Heerlijk. Lol, een vliegtuig. Ah, kan ik mee leven, hè. Dus... wat kan ik hier allemaal doen? Race. Hier is een nieuwe missie. Hier is denk ik een missie. Dus we gaan gewoon, we gaan nu eerst deze blauwe missies doen, denk ik. En dan gaan we de rest van de missies doen. Ik vind het goed, ik vind het mooi. Dus laten we dat gaan doen. Yeah. Die lach. Geweldig. Dus. Weet je, ik heb geen zin om het kapot te maken. Ik heb gewoon geen zin om het kapot te maken. Dus we moeten nu een nieuwe missie vinden. Kun je dat hier net zoals op GTA doen? Zo'n checkpoint zetten. Dus even kijken. Checkpoint graag. Nope. Geen checkpoint. Oh, dan mag gewoon hier recht vandaan lopen. Of recht doorlopen. Hoe zeggen je dat in KPN? Algemeen bekend Nederlands. Of hoe je zegt? Algemeen beschaafd Nederlands. Goed zo, Niels. Motor! Wat stond er net? Lef? Wat? Die keel verdween. Dat was me niet heen. Linkerhand. Fuck jou, meneer. Mijn motor. Fuck je. Yeah. Ik vind het super geniaal. Beter als op GTA hoe je deze motor shot. Ik vind het zo awesome. Ik kan gewoon niet wachten. Oh, shift inhouden en sneller. Mooi. Ga je vast een scherp door de bocht zijn. Tenminste, dat is met GTA. GTA is leuk. GTA hebben we ook gedaan. Als je dat nog niet hebt gezien. Kijk het. Amen. Oké. Oké, dit is kut. Hashtag kutmoment. Hashtag kutleven. Hashtag volgens op Twitter. Hashtag heb je niks aan, maar we zetten er toch niks op. Juist. We rijden door. Ik moet nog steeds daarheen. Volgens mij kan ik het best hier overheen springen. Ik zei overheen. Ik zei overheen. Ik zei braaf. Hierheen. Zou ik in dit gebouw moeten? Ik denk het wel. We zullen zien, mensen. We zullen zien of kunnen hier gewoon helemaal niks. Oh ja, daar staat wat. Woep. In een telefoonkastje. Oh nee, daar heb je die leider. Nosy government agents are again trying to ruin me by sabotaging our drug refineries in the city. If these places are destroyed, dope fiends would buy their junk elsewhere, and it would lose us a great deal of business. You must stop the sabotage by disarming all their bombs, and thus keep me from catching that terrible disease. I got it. Was dat van ding? Ik neem aan dat ik... Oké. Heerlijk. Hij zegt er wel, hé man, ik denk nou, ik gooi deze sniper hier ook in, want ja, niemand zou ook mij denken om een sniper te pakken. Oké, hier kun je mooi op rijden. Mooi, neem hem maar mee naar de drug refinery ofzo. Refinery. Vooral in het goede Engels zeggen. Lul, oké, daar ga ik van rijden. Oh, je wou net afslaan, oh, het spijt me. Het spijt me. Oh, aan de kant. Goed zo. Oké, daar omhoog. Drug refinery. De bom is over hier. Komt er dus aan. Oh god, nee, geen tijd. Ik haat tijd. Tik. Oké. Tik. Hij is nog niet dood, fuck. Je tankt veel, meneer. Oké, snel, snel. Bom disarmen. 1, 2, 1, 3. Oké, volgende bom, volgende bom, volgende bom, volgende bom. Ja. Fuck, die is ver weg. Oké, snel, zo snel. Snel. Oké. Oh, nee, 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 nee. Nee. Oké, oké, snel, zo snel, zo snel. Deze kant op, deze kant op. Hoppakee. Van die YOLO. Oh fuck. Vanaf hier kunnen ze me heel makkelijk pakken. Ik heb nog een aantal granaatjes. Dus laten we een paar granaatjes gooien. Boom. Oké, charge. For the motherland. Of zoals jullie dat zeggen, Oldenstein. Ik moet niet wat gaan jatten. Hoppakee. Oké, snel, snel, snel. 3, 1, 3, 4. Oké, got it. Ik heb nog 3 minuten lang. Oh, dat is genoeg tijd voor de video. Als ik nu ga falen, dan zou ik dit waarschijnlijk eruit gaan knippen. Waarschijnlijk, hè. Want ik wil niet echt hebben dat ik allemaal van die video's heb waar ik de hele tijd in faal. Weet je, het is nog best wel lastig in dit spel, vind ik. Qua hoe je het moet doen en zo. Dus... what the fuck. Glitch found, bitches! Kijk dan, dit is toch fucking irritant. Oké. Snel, 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 daarop. Daarop krabbelen. Oké, op. Zo. Nu ga ik naar de bom toe. En er zijn heel veel mensjes. Deze ga ik eerst laten vliegen. Fuck jou, meneer. Oké, die kill daar. Stilstaan er maar. Stilstaan schieten moet je nooit doen. Nooit stilstaan gaan schieten, want je bent altijd de lul. Niet alleen bij dit spel. Voor degene die nooit stil... die altijd stilstaan schieten. Nooit doen. Dat gaat niet goed. Ik krijg het ook nog af. Voor deze episode heb ik al 2 missies gedaan. Awesome. Ik bied vooruitgang. Oké. Oh fuck de duck. Nee, 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 nee. Niet vallen, niet vallen, niet vallen, niet vallen. Hierover. En ik hoor een auto achter me. Maakt niet uit. Hier omhoog. Holy fuck. Oké, dat was een feest. Zoals jullie misschien, als jullie mijn Just Cause 2 video's hebben gekeken. Ik weet niet goed in één groot gebouw beklimmen. Voor degenen die niet hebben gekeken. Hallo, ik ben Niels. Ik kan niet goed op een gebouw klimmen. Dat was duidelijk. Oké, hier omheen. We gaan nu hier omheen, hier omheen. En we hebben nog maar 40 seconden. Ren, jongen. Ren voor je zak geld. Nee. Nee, 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 nee. Oh, kut. Oh, kut. Moet ik ook nog in het gebouw? Are you fucking serious? Nee, hier. Laat hier niemand staan. Laat hier niemand staan. Laat hier niemand... godverdomme. Oké, let's go. Sterf. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. What the fuck? Oké, snel die bom dan maar. Snel die bom, snel die bom. 3, 1, 4, 3. Fuck yeah. Yeah! Fuck yeah! Nou, geweldig. Het is geweldig. Awesome! Red out the blue one. Ik heb hem ook nog maar net gehaald, weet je. Dus... ja, dat was alweer een missie. Ik weet niet of de cut missie was of de main missie. Eens kijken wat we de volgende aflevering gaan doen. Dat is misschien wel even wat handig om dat... ik denk dat we de volgende aflevering hierheen gaan. Ja, dat gaan we doen. De volgende aflevering gaan we naar meneer Geel toe. Of hier. Maar ik denk dat... ja, we gaan of naar deze meneer Rood. Of naar meneer Geel. We zullen zien. Dus jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering van Just Cause 2. Like, favorite, doe maar wat je wil. Maakt mij iets uit. Ik doe het toch alleen omdat ik het leuk vind en niet omdat anderen... niet zo gek veel omdat anderen ernaar kijken. Dus ik neem aan dat er niet veel naar kijken, aangezien nog maar 32 abonnees hebben. In ieder geval, bedankt voor het kijken. weet wat je nog meer van ons wil zien. En dan zie ik je de volgende keer weer. Ajo.